Lars, wat vond jij eigenlijk het hoogtepunt van afgelopen jaar? 2023 had veel hoogtepunten. Het contact met al onze inwoners, met onze ondernemers, met alle vrijwilligers die hier actief zijn. Maar als ik er nou voor vandaag eentje uit zou moeten kiezen, dan was dat voor mij wel jouw installatie, dat we jou mochten installeren als nieuwe kinderburgemeester. Dat vond ik echt fantastisch. Maar heb jij zelf ook nog een hoogtepunt? Ja, nou, ik vond het echt heel leuk om kinderburgemeester te worden. En de sollicitatiegesprekken vond ik heel leuk. Wel spannend. Ja, ook spannend, ja. Maar ik vond toen ik het echt werd, vond ik echt het leukste, die avond. Mooi. Ja, nee, dat was ook echt een topavond. Over Sinterklaasintocht, die was ik bijna vergeten. Die vond ik ook, om dat samen met jou te doen, vond ik ook een hele mooie. Ja, dus veel hoogtepunten. Ja. Wat lijkt jou eigenlijk het leukste uit 2024? Nou, dat ik hoop dat wij samen een heleboel mooie activiteiten mogen gaan doen. Waarbij we laten zien dat het bestuur niet alleen is voor de volwassenen, maar juist ook voor de kinderen van Bergen. En dat jij die gaat vertegenwoordigen. Ja, er zit gewoon weer een heleboel moois aan. Mooie sportevenementen. In januari al de halve marathon van Egmond, om maar iets te noemen. En even later de Goed uit Schoorl run. Mooie culturele evenementen die eraan zitten komen. Dus ja, het is weer een hele volle agenda met mooie dingen voor de gemeente Bergen. En waar kijk jij naar uit voor 2024? Nou, onze samenwerking lijkt me echt heel leuk. Maar vooral het jeugdlintje uitreiken. Dat lijkt me echt heel leuk om te doen. Ja, op de dag voor Koningsdag is dat. Ja. Hè, dus 26 april. En hebben we natuurlijk wel kandidaten voor nodig. Dus daar moeten we binnenkort een oproep voor plaatsen. Dat we geschikte jongeren gaan krijgen voor het jeugdlintje. Heb ik ook zin in. Allemaal fijne kerstdagen en een spectaculair 2024. We gaan er iets moois van maken. Proost, jongen.